Het is Maarten van der Weijden gelukt. 195 kilometer zwemmen door de Friese wateren. Maandagavond volbracht hij zijn veelbesproken Elfsteden zwemtocht na een mislukte poging vorig jaar. Het geld dat de lange afstandszwemmer ermee inzamelde gaat naar kankeronderzoek. De tocht der tochten, maar dan onder tropische omstandigheden. Bekijk hoe Van der Weijden de vierdaagse tour voltooide. 3, 2, 1. Afgelopen vrijdag om 5 uur gaat hij van start in Leeuwarden. Van der Weijden zet onder toeziend oog van enthousiaste supporters koers richting Sneek. Daar komt hij iets voor 11 uur in de avond aan, voor zijn eerste stempel. Even na middernacht is ook zijn tweede stempel bij Elst een feit. Zaterdagochtend, na een uurtje rust, komt hij aan in Sloten. Van der Weijden zwemt verder richting Stavoren, waar hij om 1 uur 's middags aankomt. Dan volgen de stempels in Hinderlopen, Workum en Bolsward. Op dag 3 zwemt Van der Weijden naar Harlingen. Hij krijgt een kort gezelschap van de weduwnaar van topschaatster Paulien van Deutekom. Zij overleed begin dit jaar aan kanker. Als de zwemmer bij Wier een sluis treft, heeft hij wat hulp nodig. Met deze dolfijnenzak wordt hij een eindje getakeld met assistentie van zijn dochters. Op maandagochtend, de laatste dag, krijgt hij steun van de luchtmacht als hij de laatste kilometers aflegt naar zijn beginpunt Leeuwarden. Hij heeft dan 163 kilometer gezwommen. Vorig jaar moest hij bij deze afstand opgeven, maar de witte vlag hoeft nu nog niet gehezen te worden. Maarten van der Weijden komt op maandagavond aan in Leeuwarden onder luid gejuich.